Wist je dat er in Ede ruim 21.000 waardevolle en monumentale bomen staan? Hiervan staat meer dan de helft op particulier terrein. We hechten veel waarde aan deze bomen, omdat ze belangrijk zijn voor het groene karakter van onze gemeente. Een boomdeskundige heeft alle waardevolle en monumentale bomen beoordeeld en in kaart gebracht. Deze bomen staan op grond van de gemeente, een bedrijf of bij jou in de tuin. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar zo lang mogelijk kunnen genieten van deze prachtige oude bomen, zijn de eigenaren voorzien van tips voor onderhoud. Bomen zorgen voor koelte in de steeds warmere zomers. Ze vormen een woning voor vogels en insecten. We planten de juiste boom op de juiste plaats, zodat bomen goed kunnen groeien. En ieder jaar onderhouden we de bomen. Wil je meer weten over deze planning? Kijk eens op ede.nl/planningbomenonderhoud. Soms kunnen bijvoorbeeld overhangende takken of boomwortels voor overlast zorgen. Deze meldingen geef je makkelijk aan ons door via ede.nl/melding. We kijken dan samen met jou naar een oplossing. Voor het kappen van bomen gelden duidelijke regels. Hoe groter en waardevoller de boom, hoe strenger de regels. Zo houden we Ede met elkaar mooi groen.